Voordat deze video start, wil ik even mededelen dat er een aantal probleempjes waren. En normaal laat ik altijd zien van twee kanten hoe wij deze speciale jachtseizoen beleven. Doen we altijd met twee video's, ene van de ene partij en de andere van de andere partij. Helaas werkte de camera niet goed van... aan de kant van Kevin, dus heb ik het alleen maar vanaf mijn kant kunnen filmen. In ieder geval zou ik zeggen, veel plezier met kijken. Hey, en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij. Hier op het Joltrex, de enige echte natuurlijk. Nou, ik ben in Zuidland ben ik. En ik ben niet alleen. En dit is niet een, gewone vlog. Dit is het jachtseizoen 2021. We gaan weer een jachtseizoen doen, eindelijk na 3 of 4 jaar. Het is ongeveer 3, 4 jaar geleden, het hele begin van mijn YouTube-carrière, dat wij een jachtseizoen gedaan hebben. En we gaan nu ook weer starten met het jachtseizoen. En ik ben niet alleen, nee, ik heb bij mij... Trouwens, een speldeal doen we altijd in de kou, hè? Nu nooit in de zomer. Nee, ja, hè? Ja, we doen altijd in de kou eigenlijk, hè? Ja, bizar, hè? Was toen ook. Hij moet altijd in de kou. Kevin, en in ieder geval bij ons. We hebben bij ons. Hey, hij is er weer speciaal voor Kev Rijts. Nou, hij is er weer. Of wat hebben we de enige echte Ramolski. En we hebben bij ons Sander. En het is als het goed is de bedoeling dat ik met Sander ga. Wij zijn het vluchtende team. En Kevin en Ramolski, die zijn het jagende team. Wij moeten dus jagen op ons. En wij moeten dus een uur proberen uit handen te blijven van Kevin en Ramolski. Dus ik zou zeggen, jongens, laten we gaan starten. We gaan zo beginnen met het jachtseizoen. Jachtseizoen Zuidland. Ja, hij start. Ja, hij start. Oké, nou jongens, het is zover. Het is inmiddels al 2:05 al, maar wij gaan starten. Als ik hier het knopje dadelijk indruk, dan gaat het spel starten en dan hebben wij, volgens mij hadden wij 5 minuten, hebben wij de tijd om te vluchten voor die 2 dagen. Ja toch. Jullie moeten nog 5 minuten hier blijven staan in de kou. In de kou, ja, dankjewel. In de kou, ja, in de kou. Dus ik leg even mijn telefoon even hier neer. Ik pak alvast mijn spullen. Ik ga alvast even mijn spullen alvast er even in doen. En dan gaan we beginnen, jongens. Ik heb er... Ja, we hebben 5 minuten uitlooptijd, hè. Hou eens vast. Zo, hou eens vast. Zo. Dan kan ik op het knopje drukken. Oké, jongens. We gaan het spel starten. We tellen af. We tellen af van 10 naar 0. Ja, gewoon op start spelen, niet zo moeilijk. En dan gaan we beginnen. Nee, gewoon spelen. Oké. Okay. Gewoon starten, niet moeilijk. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ja, 2, 1, gewoon starten. 1, start! Kinderen. Oh, ben je zeker dat je het spel gaat starten? Ja! Nou, daar gaan ze. De kindertjes gaan hoor. Daar gaan we, jongens. De jacht is begonnen. Kom op, kom op. Oh,
eerste steekjes in? Ja. Veel mooie steekjes gezien, ja. Ons is een beetje moeilijk. We moeten eigenlijk rennen. We hebben nog maar 4 minuten. Oké, we rennen gewoon. De ene het beste is die kant op. Ja. Oké, gaan we een stukje rennen dan? Ja, zou we moeten, hè. Goed voor conditie. Trainen. Ja, dat was wel goed. Ja. Ik heb die lang omhoog, hè. We moeten daar weg hier, hoor. Dat is wel zo moeilijk. Ja, we hebben nog 3 minuten. 3 minuten. Om te vluchten. Zullen we rennen? Dit? Wauw, dan kun je 3 minuten. Ja, dan lijkt de fietspad op. Ja, hè? Pak voor een fietspad. Ik ga even hebben. Of ga hier tussen de steen. Of ga hier tussen de huis door. Ja, het beste, kom. Spannend, jongen. Laat weten in de comments van wie denk jij dat je niet meer. Ik ben heel benieuwd. En vergeet ook niet een duimpje omhoog te doen natuurlijk, hè? Hey, hier kan je niet vluchten. Terwijl nog juist door niet. Ja, maar kijk. Eén open vlakte hier, joh. Hier kan dan, zie je? Achter het huis dan, het fietspad. Ja, maar het fietspad is ook heel lang. Dan zou ik ook niet kunnen gaan. Die kant op. Ja, die brug. Die brug. Oké, kom, we gaan gewoon een flinke lange stumbreed te trekken. Ik ben nou al kapot, man. Hoeveel minuten nog? 2 minuten hebben we nog om te vluchten. Dat gaan we niet meer redden. Fuck. Ik denk dat we beter hier achter kunnen blijven, hè? Gewoon die kant op, rechtdoor. Ik denk dat we daar niet meer komen. Of een minuutje sprinten. Echt een minuutje voluit sprinten. Ja. Een minuutje, ja. Oké. Maar daar kunnen we niet heen. Jawel, we kunnen niet heen daar. Je hebt daar geen brug. Jawel. Je ziet één lange weg hier, hoor. Ik ken deze weg. Ja, zo maar het is één lange weg hier, hoor. Zo fiets ik altijd naar Poor People, hoor. Ja, klopt. Naar Farmfriet, zo maar fiets ik kan hier niet stoppen. Dit is één lange weg. Je kan hier niet links, je kan hier niet rechts. En dat is heel gevaarlijk. We hebben nog 1 minuut 12. 1 minuut 12 seconden. Oh. De mond ook wel aardig snel is, hè? Ja, dat weet ik wel zeker. En wij als oude graftakkies... Ja, nee, ik oude graftakkie. Man, ik kan al bijna helpen lopen, man. Ik heb nou pijn in mijn poten. En je een beetje met de camera's aan? Ja, doe jij maar met de camera. Of zo. Ja, als jij mijn camera moet redden, dan... Zou je daar links kunnen, daar? Ja, je kan er bij dat links. Bord. We hebben nog maar 1,5 minuut, hè. Zo steek je over en dan ga ik richting Koeienbos. Naar zo achter. Weet welke weg dat is. Ja, ik wou eigenlijk in die wijk terechtkomen. Kunnen we ook komen. Je kan er naar rechts. Het beste gewoon die wijk te pakken. 20 seconden nog. Ik zie ze nog niet. Jij? Nee, ze mogen nog niet. Ze mogen open. 10. 10. 9. 8. 7. 6. 5. En hij stuurt gelijk de navigatie, hè? Kut. Heeft de navigatie gestuurd? Ja, hij stuurt gelijk de navigatie. Hij stuurt gelijk de navigatie, stuurt hij. Als het goed is. Nee. Ja. Ze zijn begonnen al. Ja, ze zijn nu al 15 seconden aan het lopen. Kut, redden. Je moet even weten. Zo snel mogelijk. Oh. Ze lopen hier om een open stuk. Ja. Als ze hier aankomen lopen dadelijk, dan zien ze ons. Ah, we kunnen hier al naar rechts zo meteen. Ja. Zie je het? We hebben nog kans. Maar ik ga wel een beetje achter mijn gaten. Ja, achterin de gaten houden. Want je hebt kans dat ze ons zien.
Ik heb even mijn mutsje af. Oh. Spannend hoor dit. Weet je wat we doen? Kun je ook die kant op lopen even? Ken ik? Of niet? We hebben weer rechts of links. Ja, ga ik rechts. Maar ik je hebt kans dat ze daar aankomen, daar in de pit. Hier kunnen afsnijden. Daar over het hek heen. Ja. Ja. Oh, kut. Kut. Ja, ik zou ineens een snippetje bij ons komen. Wij zijn de vluchtende 10. Dat is kut. Weet je wat we doen? Ja? Op de plek waar ik nu sta, ja? Start ik het spel opnieuw op. Oké. En die tijd dat wij hoeven te vluchten, ja? Dan moeten wij hier blijven staan. Want dan heb je dezelfde, tijd heb je dan. Ja. Kijk, want anders kunnen we nog verder vluchten. Dus die tijd die hebben we, kijk, die tijd van het vluchten, dat hebben wij al gedaan al. Oké, okay. De camera blijft lopen, hè? Ja, die staat nou weer aan. Ja, oh, ja, ik heb de camera aan laten staan. Oké, okay, ik zie zo. Ja. Yo, hoi. Ja. Ik stuur een app wat de code is. Ja, is goed. Oké. Okay. We hebben een fout gemaakt. Kijk eens. Even wachten. Ik moet heel even wat doen. Even wachten. Heel even wachten. Normaal. Via spel. Over 2 minuten komt er weer, 2 minuten en 40 seconden, gaan ze weer een nieuw signaal of... Ze zijn al vertrokken dan. Ja, ze zijn nu vertrokken. Ze zijn een paar keer aan. Ja, daar ook. Hier rechtdoor. Hier rechtdoor heb je park. En als het signaal afgaat, dan moeten we eigenlijk zo snel mogelijk naar de andere kant toe overstappen. Dat is de andere kant van de weg.
Oké. Okay. Zie je? Oké. Okay. Als we iemand proberen te vinden. Kijk, als we nou hier zijn, hoeveel minuten gaat het signaal af? Anderhalve minuut nog. Anderhalf minuut? Ja. We moeten eigenlijk zorgen dat we dadelijk aan die kant, deze kant blijven. En als we dan het signaal krijgen, dat wij zo snel mogelijk oversteken en die kant op lopen. Dus de overkant oversteken en dan zoveel mogelijk ja, die kant of die kant weer teruglopen. Ze kunnen ook hier vandaan, hè? Ze kunnen ook hier langs komen. Dan zien ze ons gelijk. Vanaf deze dijk. Dus het is kritisch. Hier kunnen ze ons eens insluiten ook, hè? Ja, daarom. Ja, ze kunnen ons niet insluiten, want ze mogen niet splitsen. Ze moeten bij elkaar blijven. Wij ook, wij mogen niet splitsen, hè? Wij moeten bij elkaar blijven. Nog 39 seconden. Oké. Zie je ze al? Twee mensen daar. Zie je twee mensen? Nee, dat zijn ze niet, hè? Daar zo. Nee, dat zijn ze niet. Nee, dat zijn ze niet, Pip. Oké, okay, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Zijn we niet hier alles in de weg lopen hier, weet je? Ik ben hier aan het niet hebben. Weglezen, we zijn al 10 minuten bezig, de 15 minuten. Oh, je loopt eigenlijk wel echt in het open zicht. Ja, daarom moet hij hier wegwezen. Oh. Even kijken. Hey. Ik zie ze nog niet, nee. Nee, maar we moeten wel achter ons blijven kijken. Ja, Sco moet echt blijven sprinten. Want als ze achter ons ineens opdoeken, dan moeten wij maken dat we wegkomen. Ja, precies. Die is nog niet in ieder geval. Ik ga weer gaan rennen, man. Ja. Precies. Oké, we zijn wel waar voor rechts komen, ja. Die kant op. Naar rechts? Ja. Beetje zigzag. Zigzag, als we vinden ze ons veel te makkelijk. Precies, als we helemaal rechtdoor blijven lopen, dan zien ze ons en dan pakken ze ons. Ja, daarom. Zoveel mogelijk zigzag, hè. Anders vinden ze ons veel te makkelijk. Zag de mensen lopen, man. Ik ben al 12 minuten onderweg. Ik zag ze lopen volgens mij. Waar? Ik zag ze lopen. Waar? Daarachter volgens mij. Nee, toch? Bij het brugje. Waar? Daar! Ja, verderop nog. Zet even een sprint nu, hè? Nou, dat moest wel af zijn. Kan niet. Ze kunnen niet binnen 5 minuten al hier wezen. Binnen 10 minuten, dat gaat niet. Nee, dat lukt niet. Over 2 minuten en 15 seconden gaat de nieuwe signaal af. Waar gaan we af laten gaan?
Hier een steegje, man. Ja, maar dan kom je weer terug. Dan ga je weer terug, hè? Nou, dan rennen we gewoon terug. We laten meer ergens afgaan. En dan rennen we gewoon terug naar die kant op. Dan denken ze dat wij die steegje zijn gegaan. Oké, hier zouden we verwachten dan. Het is doodlopend. Ja. Laat maar zitten, joh. Dat maakt niet uit. Doodlopend, kut. Het is doodlopend. Hoe spannend dit, jongen. Nog 10 seconden, dan gaat hij af. Laat hem hier maar afgaan. Deze plek moet hij afgaan. 4, 3, 2, 1, 0. Ze hebben deze locatie, hebben ze nou. Waar gaan we heen? Gaan we die kant op? Gaan we die kant op? Centrum. Centrum? Dat is vaak het drukste. Gaan ze het moeilijker vinden. Nou, dan kunnen ze wel één stuk rechtdoor lopen. Ja, daar kunnen we ook zichtslag, hè? Daar heb je nog smaller gestegen. Ik denk dat we richting het centrum lopen, maar dan andersom. Hoe wil je lopen dan? Via de begraafplaats. De begraafplaats? Goed kijken, hè. Ze kunnen het elk graadje kennis opdoen, hè. Die gasten. Nee, ze zijn er niet. Als we hier rechtdoor lopen, kunnen we daar bij de begraafplaats kunnen we rechtdoor lopen. Duiken we zo die wijk in daarachter. We kunnen niet hun locatie ook zien. Dan moeten we ook hun locatie kunnen zien. En deze? Nee. Ik zie ze niet. Ik zie wel hier. Ik zie wel. Wij kunnen hun niet zien, joh. Waar zijn hun dan? Oh, misschien is dat expres zo. Hé? Hey? Ja, ze kunnen ons niet zien. Of wij kunnen hun niet zien. Zij zien ons wel. Maar ja. Ik dacht dat het jagende team dat je ook kon zien. Zo, ik dacht dat ik ze hoorde, man. Ja, goed oppassen. Achter je omkijken constant. Ben je nog aan het filmen? Ik ben nog aan het filmen. Blijf filmen, blijf filmen. We kunnen hier rechtdoor rijden, lopen. We kunnen die kant op gaan. We kunnen daar het centrum in gaan. Ja, kies maar. Ja. Dat is een goeie. Kijk, als we daarheen gaan, dan is het voor hun is het wel makkelijker. Dan is het één rechte weg. Als wij hier het centrum in duiken, dan kunnen ze het zelf. Dat is het moeilijker voor hun. Wat we wel kunnen doen, dat is in het centrum hem over laten gaan. Hoi, Carlos. We kunnen hem wel in het centrum af laten gaan. En dan weer zo snel mogelijk die kant op lopen. Nou, dat kan wel. Nog 2 minuten, dan gaat hij weer af. Misschien zijn ook voor 2 minuten nog.
Zullen we hier het centrum af laten gaan? Of bij de kerk? Waar? Bij de kerk af laten gaan. Of bij de kerk zijn en dan snel richting Jelle lopen. Ja, toch? Dat kijk, hè, achter je. Ik zie ze nog niet. Ja, daar moet echt even... We zijn bijna op de helft. Nou jongens, we zijn bijna op de helft. We hebben iets van 20 minuten nu. Dit is waarschijnlijk mijn plan. Om hier in het centrum van ja, daarom. Ze weten helemaal geen navigatie, helemaal niks. Maar als we nou nog een navigatie hadden waar hun zaten, maar dat zie je gewoon helemaal niet. Je ziet echt totaal niet waar wij zijn. Ik denk toch dat we de Colijnstraat eerst ingaan. Ik ben bang om die Dreestraat over te steken. Ik heb zo'n gevoel dat als we die Dreestraat oversteken, dat die klootzakken ineens achter ons staan. Of voor ons staan, of weet ik veel. We moeten kijken of dat we een plekje kunnen vinden dat we zo snel mogelijk over kunnen steken. Waar we het zo min mogelijk, het minste dat we gezien worden. Maar die Dreestraat, dat is een doorlopende weg. En ik ben bang om daar over te steken. Als je daar oversteekt, sta je wel pal op pal in het zicht, hè? Dat valt goed, hè. Kijk, we zouden wel... Hier zouden we over kunnen steken. Hier dadelijk.
Hier ook. En dan via dat smalle steegje, want je hebt daar een heel smal steegje daar zo. Het is echt spannend worden. Hoeveel minuten hebben we al weg? 1 minuut. 1,5 minuut. 23 minuten onderweg. Nog 7 minuten. En dan zitten we op de helft. Kijk. Oversteken. Oeh, auto. Oversteken. Ja, oversteken zo snel mogelijk. Niemand. Thomasstraat. Ik heb wel het gevoel dat ze in de buurt zijn, hè? Ja, daar ben ik ook heel erg bang voor. Er zijn harde honden op dit moment. Ja, ligt eraan. De ene keer wel, de andere keer niet. Maar we kunnen nu, hier tussen duizen door. En dan zijn we weer even safe. Snel. Safe. Kijk, hier zijn we safe. Kut. Ik schrok maar de tering. Dat... Je weet dat we hier zijn. Oh, chips. Ja. We gaan dadelijk oversteken, ja? We gaan dadelijk oversteken naar die kant van de weg. En daar heb je ook hele leuke straatjes waar je je eigen kan verstoppen. Je hebt daar een aantal speeltuinen en een aantal plekken waar je nog... Ja, doodlopend en allemaal van die hele smalle steegjes. Hier staan. Nou, zijn kinderen. Nee, dat vindt de link. Dat is die speeltuin, hé. Dat is die speeltuin. Oh mijn god. Ja. Echt, jongen. Ik ben helemaal naar de tering. Echt waar. We zijn normaal op de helft. Nee. Ja, ik ben even binnen. We lopen aardig relaxed. We zijn tegenkomen. Ja, ik heb hier ook echt geworden. Kan je hier niet binnen door? Ik dacht dat je... Nou, dat kan niet. Ja, zo zie je het echt flink, hè? Shit. Oh fuck, zo, ik schrok me de tering, zeg. Als we hier oversteken, dan kunnen we die wijk nemen of we kunnen die wijk heen om te lopen. Ja, ik red het al niet meer, jongen. Kut, sorry. God. Tering. Ik was zo goed bezig. Ik zei het al. Die open grote stukken. Daar moeten we niet zijn. We moeten niet in die grote. We moeten in al die kleine stukjes, die binnenweggetjes. God. Ze hebben het door, helft dat niet. Ze wisten ons. Tering, zeg. Je wist zeker weer niet gewonnen.
Het wordt echt een trauma nou. Het Kevin trauma. Verschrikkelijk. Ja, jullie hebben eerlijk gewonnen. Ja. Het is zo. Gefeliciteerd jongens. Ja, dank je wel. En dan moeten we dat hele stuk weer teruglopen dadelijk. Echt. Ja, dat is even seizoen. Nou, eerlijke winnaars jongens. Ja, toch. Wij gaan eventjes heel even uitrusten, want we zijn echt helemaal kapot. niet alleen ik en Sander, maar ook de andere groep is moe. Ja. We gaan heel eventjes uitrusten en dan zijn we, ben ik zo weer bij jullie terug. Ah, weer verloren. Ik wist dat jullie deze kant op gingen. Oké, nou we gaan even uitrusten jongens. Oh mensen. Zo, inmiddels zijn we in ieder geval op ons gemakkie weer terug aan het lopen richting de auto. Ja, het was voorspelbaar, zei Kevin hoe ik liep. Ja, maar als je om de 10 minuten een signaaltje krijgt van ja, daar en daar lopen ze. Ja, dan is het inderdaad voorspelbaar en dan moet je dat uitzetten. Maar ja, Sander die had ook alweer allemaal dingen van hè. Van nou, volgende keer doe ik het zo en volgende keer doe ik het zo. Nou, ik ben reuze benieuwd. Sander? Ja, dat was het. Hé, ik ben reuze benieuwd. Dan moet je aan je wachten, want daar is het winter, is het koudjes. Nee, we doen het van de zomer nog wel even een keertje. Ik wil het van de zomer ook nog wel even een keertje doen. Het is toch wel leuk om dat even een keertje op te nemen. Ja, maar kijk, weet je wat het is? Als je die signaaltrekker uitzet, hoe moet je dan... Ja, dat lukt gewoon niet. Hoe kan je nou dan dat spel spelen? Dan wordt het echt moeilijk hoor. Nee, dat niet. Ja. Maar het is wel... kut dat wij... Het enige wat ik eigenlijk vind dat wij verkeerd gedaan hebben... Wij zijn eigenlijk te veel rechtdoor gelopen. Eén rechte weg. Vanaf de auto, zeg maar... Hier ook binnendoor, dan daar naartoe. Dat is eigenlijk allemaal één rechte weg. We hadden eigenlijk meer moeten zwalken eigenlijk. Meer, ja. En je was ook meer blijven hangen op het trampadpad. Die waren tegen elkaar precies, bij elkaar. Oh ja. Ja, dat is eigenlijk ook niet... Nee. Ik zag twee stipjes zag ik meegeven. Ik dacht, blijven ze daar staan? Nee, we waren wel aan het lopen. Nee, we hebben wel gelopen. We hebben alleen die 5 minuten afgewacht. Nou, had ik dan die tweede 5 minuten ook moeten pakken dan? Je krijgt maar 1 keer 5 minuten. Ja. Maar omdat het verkeerd was ingevuld... Kregen we nu 2 keer 5 minuten. Ik zeg, nou dat is niet eerlijk. Ik zeg, dan blijven we gewoon staan. En dan blijven we gewoon wachten tot de tweede locatie er is. Dus zo hebben wij het eigenlijk gedaan eigenlijk. Ah. Het was een hele korte dit keer in Zuidland, jongens. Ja. 20 minuten ongeveer. Ik denk ongeveer 25 minuten, denk ik. Ik denk dat het ongeveer iets van 25 minuten was. En ja, helaas. Het was heel kort, hè. Het was sowieso wel een leuk spel om te doen in ieder geval. Dat ja, je hebt het... Heb jij... Hij heeft het ook nog nooit gespeeld. Jawel, je had het wel eens eerder. Ja. Maaswijk was hij ervoor. Hij was er volgens mij bij Maaswijk was hij er ook bij. Ja, hij was er vaak bij. Toen was het met Josse bij jou ook. Ja, Maaswijk en Waterland hebben Kevin en ik alleen gedaan. Ik had jou ook weer gevonden, hè? Ja, toen hadden Kevin en ik het alleen gedaan. Maaswijk, daar was Joost, Ramon. Kevin en ik bij. En er was ook een keer bij dat ook in Waterland ook een keertje waren, maar dat ik dan ook een keertje bij was ook volgens mij. Ja, hebben we ook nog een keer Waterland gedaan? Hebben we Waterland 2 keer gedaan? Dat was ook een keer. Ik weet het niet meer in ieder geval. Nou, we gaan in ieder geval weer. We zijn nu weer in het centrum. Hier liepen we dus net ook. Hebben jullie hier ook gelopen? Nee, niet daar langs. Nou, wij wel, wij hebben hier gelopen. Ja, dat is ook niet gebeurd. Om de kerk hebben we gelopen. Ja, wij hebben zo gelopen. Wij kwamen daar vandaan. Toen zijn we zo gelopen. Toen zijn we daar zo langs de kerk gelopen. En toen zijn we daar zo zijn we op een gegeven moment zijn we naar de, bij de Dreestraat zijn we overgesprongen. Dus, nou in ieder geval gaan we weer even verder kijken. Nou, we lopen eigenlijk dezelfde route weer als dat we gelopen hebben. Hier ook Benissenstein. Dus we lopen weer terug richting de auto. We zijn er alweer een heel stuk zijn we alweer verder. We zijn alweer een heel stuk. Ja. Nou, nog dadelijk een beetje binnendoor zigzaggen en dan zijn we terug.
Maakt niet zoveel uit. Kevinski, weer gewonnen. Hè? Die echt jongen, ongelooflijk, de Kevin jongen. Om de havenklap wint hij. Ja. Kijk. Om de havenklap. Kijk. Pik. Pik. Kijk daar. Ja, pik. Ja, ja. Als je, net naast die mondkapje. Dat is net een pik. Ja, een beetje minder. Dat heb je ook niet van je eigen. Kijk hier. Pik. Pik. Hey, pik. Zonder, hè? Dat ga ik weer weghalen, want dan moet ik allemaal weer knippen dit, hè? Laat je nou 6-8, hè? Zonder, hè? Al die uit, die heb je wel liever wel. Stuur een emmertje. Wat? Stuur een emmertje. Emmertje? Zo kansloos, ik ga hem weer neerleggen, want dit is echt, het slaat weer helemaal nergens op, jongen. Ben je een hartstikke leuke meid, ik wil je graag ontmoeten. Ja. Je weet wat Sander wil, hè? Sander is er maar voor één ding. Nee. Juist. Nee. Dat is het enige waar hij aan denkt. Nee. Maar één zintuig waar hij mee denkt. Nee. Drie keer rijden, wat voor zintuig? Zo jammer dit weer, hè? Ja, maar één zintuig met daar denk ik niet eens aan. Nee, tuurlijk niet. Nee. Piepend. Nou, daar zijn we weer, jongens, op de plek waar we begonnen zijn. Anderhalf meter. Ik zeg anderhalf meter. Kon je in mijn aura, Piet? Zo jammer weer, hè? Maar we zijn weer op de plek waar we begonnen zijn. Ja, dit was de vlog. Dit was jachtseizoen 2021. In ieder geval de allereerste van 2021. Morgen, ik heb en we gaan nog wel een keertje wat opnemen, hè? Ja hoor. Ja, ik vind het wel ontzettend leuk. Het is, het is en blijft gewoon leuk om te doen. Jongens, groetjes van deze kant. Abonneer even op mijn kanaal. Bedankt voor het kijken. Abonneer op mijn kanaal. Abonneer ook op mij. Abonneer ook even op Sander. En abonneer even op Kevlogs 22. En abonneer even op heb helemaal geen livestreams meer of zo. Hij is ook de enige echte. Zijn kanaal is dood. Ja, de enige echte Ramonski. Maar in ieder geval bedankt voor het kijken, jongens. Volg mijn social media, Instagram, Twitter en Facebook. En ik spreek jullie allemaal weer bij een nieuwe vlog. Dit was in ieder geval. De boze vlogger. De boze vlogger, ja. In ieder geval bedankt voor het kijken. Dit was dit was het jachtseizoen. Groetjes. En ik zou zeggen, jongens. Tjus. Laten we eens kijken. Doei.